Peter en Alice Hensen runnen al ruim 11 jaar hun eigen uitvaartorganisatie in Amersfoort. Het is een spannende tijd met de griep in het vooruitzicht, want niemand weet wat er precies gaat gebeuren. De begrafenisondernemers houden overal rekening mee en treffen daarom ook veiligheidsmaatregelen, zoals de aanschaf van mondkapjes. Om te voorkomen dat we toch besmet worden met eventueel bacteriën of stoffen die nog aanwezig zijn bij de overleden, dat weet je nooit. Maar Peter en Alice denken niet alleen aan hun eigen gezondheid. Ook de familie van een overledene moet straks voorzichtiger zijn. Om de overledene niet al te veel mee aan te raken en zeker niet om te gaan kussen. Wat veel nog gebeurt, dat mensen graag afscheid willen nemen en dus op die manier proberen het te voorkomen. En zo gauw ze dus de overledene hebben aangeraakt met hun handen, dat ze echt hun handen gaan wassen. De begrafenisondernemers gaan ervan uit dat het na de zomer drukker wordt. Maar hoe druk is nog de vraag? Er wordt nu gerekend in het najaar met 4.000 à 5.000 overlijdens extra. Dat zou je kunnen zeggen is zo'n 10% boven het maandgemiddelde. Dat is verspreid over het hele land in principe. Dus per bedrijf zal dat meer of minder voelbaar zijn. Maar het is geen horrorscenario. Niet alleen uitvaartorganisaties bereiden zich voor op de griep. Dat geldt net zo voor begraafplaatsen. Ook hier zijn de regels rond hygiëne aangescherpt. Maar dat is niet eens het grootste zorgpunt. Want wat als het personeel hier massaal uitvalt door de griep? De gemeente heeft daar een plan op bedacht. En een groep ambtenaren aangewezen. Mocht het hier misgaan, dan gaan die ambtenaren hier aan de slag. Alle gemeenten hebben een plan gemaakt met activiteiten die per se door moeten gaan. En als het nodig is, kan daar personeel ingezet worden. Dus personeel van andere afdelingen zou dus in noodgevallen overgeheveld kunnen worden naar andere plekken en zoals hier. De gemeente gaat van zo'n rampscenario voorlopig nog niet uit. Maar mocht het zover komen, dan liggen de plannen in ieder geval klaar.